Tuurlijk ben je. Glory Connor. En dan nog maar, wat is dat bij je? Dat was een voorstel over. Ja, stap. Vrijdag word je 30. Vrijdag. Proost, op Luxie, hè? Lekker. Veel plezier eruit. Wat een gezelligheid. Waar zijn de? Bellinga's familievloggers. En vandaag is het een heel bijzondere dag. Want vandaag gaan we Luxie opdragen in de kerk. Wat is dat precies, Luan? Weet je dat? Dat je alle mensen Luxie gaat laten zien. Wij zijn christelijk en wij hebben geen baby doop. We hebben een volwassen doop. Maar we hebben wel het opdragen van baby's. En dat houdt een beetje in dat je in de gemeente een soort gelofte aflegt. Voor zowel de gemeente als jezelf als naar God. Dat je eigenlijk een soort van belooft dat je je baby zult opvoeden zoals de Bijbel je dat leert. En dan wordt er ook een zegen uitgesproken over je baby. En dat gaan we vandaag doen. Bij ons in de gemeente gaat dat met meerdere baby's in één keer. Dus we gaan met meerdere gezinnen straks op het podium staan. Daar spreken wij een gelofte uit. En daar wordt er een zegen over je baby uitgesproken. En we nemen jullie natuurlijk weer mee met dit avontuur in de kerk. Ze heeft een leuk jurkje aan. Dat hebben we gisteren nog even op de valreep gevonden in de kast. Want we hadden eigenlijk gisteren een jurkje willen kopen in de winkel. Maar we konden nergens een leuk jurkje vinden. En toen zei Luan, hey, maar mama, dit jurkje is ook nog leuk. Het is eigenlijk een maatje te groot. Maar in principe past hij wel. Dus dit heeft ze vandaag, hè? Luan en Lucilla hebben ook een mooie outfit aan. Laat eens even zien, jongens. Wat hebben jullie aan? Luan heeft deze stoere outfit aan. En Lucilla heeft die jurk aan. 1, 2. Wauw. Luxie is trouwens nu overigens 2 maanden en een paar dagen. Kijk, vandaag weer gezellig. Met ons mee. God, ik wil bidden voor alle elementen van deze dienst die op de aanbiddingslieden zijn. Het opdragen, het zegen van de kinderen, de prediking door Auke. Heer de God, we brengen dit allemaal terug bij u. Zie je opa en oma al? Zien jullie opa en oma al? Oh ja. Daar, zie je opa. Kijk. Oh. Hallo oma. Dag is oma. En Luxie. We zijn er gisteren hier. Ze slapen nog steeds. Opa en oma zitten hier. Henk, als we niet meer weten, jij zit gelukkig dichtbij. Dat is goed. Henk weet. Ja. Dat is aan. Laat ze maar bij je komen. Zegen ze, geef ze
prachtige mooie tekst. Welkom. En gelukkig is er op de fotograaf. Waarom even bang dat je er niet was, maar gelukkig, je bent er. Als eerste staat hier naast mij Marlee van Dijk. En dat is de dochter van Joseph Schuyli. Gauw weer naar mama toe, hè? Zo klopt het weer, hè? Ja. De gemeente is altijd gemeente. Dat is heel mooi. Zo even Bijbel hebben we ook. Mooi. En er staat, hij laat mij schuilen onder zijn dak. Op de dak van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mijn hoofd op. Dank je wel, vader. Luxie om ons gezin te hebben. En dat we ook als gezin zegen over haar mogen hebben. Heer dat u haar gebruiken gaat in uw koninkrijk. Heer dat ze getuige zal zijn. Heer, en ik bid voor haar, Heer, dat u met haar bent. Vooral de dagen dat u komt. Ik bid ook voor mijn kinderen, Heer. Voor Nara, voor Daniel. Heer dat u een wijsheid schenkt. Heer, nu ze in de publiciteit komen. Heer, nu zo hard nodig. Heer, omring dit gezin. Heer, met uw liefde en uw kracht. Heer, en wees voor mij. Heer, ook onze andere kinderen dragen aan uw hand. Heer, ik dank u voor het voorrecht. Heer, dat we schoolouders, kleinkinderen mogen. Dat we mogen genieten. Samen met u. Zegen. Ouders met hun kindje naar voren komen voor het podium. Dat willen we graag als gemeente jullie een zegenlied toezingen. Zullen we een fluxie gemaakt? Ja. Het is heerlijk weer. Luan rijdt met opa en oma mee in de raceauto naar ons autootje. Hier hadden we onze geparkeerd.
Sluwan is met opa en oma in de raceauto naar ons huisje toe. En wij gaan met onze raceauto. Gaan we lekker een teuntje spelen, hè? Lekker weer. Heerlijk. Het voorjaar is begonnen. Klim maar in de auto, Lucilla. We zijn weer lekker thuis. Ik heb de achtertuin speelgoedjes en extra bankjes en stoeltjes buiten neergezet. Want jawel, het is echt lekker, lekker. Voortuin weer. We zien zitten met de visite. Kijk. Nou, de zomer is begonnen. Ja, de zomer is begonnen. Jongen zeg. Kijk, wat zal in het voortuintje. Wauw. Ja, ik stuur een neef, wat ben je? Ja, een boezeltje en pepje. Wat heeft Luxie gekregen? En mijn boekie. Allemaal cadeautjes, dankjewel lieve familie. Ja. Mooi gemaakt. We beginnen even met lekkere mini tompoesjes, koffie en lekkere green tea. Lekker tompoesje. Ja, wil jij gaan ronddelen, vind je? Twee handen, hou maar gewoon schaaltje vast. Ja, dan de zijkant, hè? Andere zijkant met je duimpjes. Oh, en nu al gaat de rond met de tompoesjes. Klein maatje, dus René. Ja, ja. Dus, Bart past dat ook niet natuurlijk. Ga maar rond. Ja, dankjewel. Ik heb ook zo'n... zijn die van mij allemaal? Dankjewel. Ja, ik lijk wel een beetje papa. Ik hoop van je. Voor je werk is allemaal. Lekker! Oh ja. Hou vast, Luus. Hou vast. Ja, gewoon breken. Een beetje breken. Dat is lekker. Grote neef. Ja, maar oké. Nee, die was een velletje daar. Nee, dat is geen goeie. Velletje. Die heeft iemand de glazuur. En oma René. Glazuur is niet meer zorgesneden, dus je trekt heel gauw. Nou, het voortuinfeestje is geopend, mami. Het voortuinfeestje is geopend. Ja, lekker. Kom je verjaardag al vieren? Vrijdag word je 30. Vrijdag word je 30. Deze vrijdag. Hé, hey, Luan. Nou, je raadt het nooit, maar ik heb de korte broek en de slippers aan. Yes, het wordt zomer, mami. Heel mooi. Ik denk, ja, de beginning. Kijk, dank je wel, hè. Heel mooi. Kijk, Mitchell, deze had je nog niet gezien, hè? Nee. Kijk, en zo'n knol heeft hem nu niet, hè, maar je oompie met het gezinnetje. Cool, hè? Zeker. En zo'n knol, die slikte even een traantje weg, maar de beste vloggers die hebben wij dit jaar. Cool, hè? Wow. Voor de kinderen een lekkere kan met limonade. Nou, Luan doet de kinderbar. Ik heb een lekkere kan ijslimonade gemaakt. Kan je komen? Ja, helemaal gratis. Of kost het vanavond? Nee, hè? Oh, jij wel ook Roosje Zee, Michael Johan, Roosje Zee feestje. Ja, voorzichtig, hè? En voor het laatste als je ook nog wilt drinken, mag je het zelf doen. Ja, doe maar een bekertje. Ja, schenk maar in, hè. Lekker, hè? Ja, doe maar helemaal vol. Zo. Het eerste tuinfeestje van 2018, neufjes. Oh, van grote neef hier in de pellenbeker, man. Ja, van de kant. Gezellig, gezellig. De zomer is gekomen. Hé, hey, stil. Oh, wat lief. Kijk. Proost op Luxie, hè? Oh, Luxie. Proost. En wat hebben we er nog bij? Lekker. Nou, dat is een gezellig feestje. Eén ding scheelt. We hebben in het voortuinpark een onbewoond eilandje waar de kinderen ze helemaal uitleven. Maak jij een lekker broodje? Gezellig, hè? Lekker. Oh, alle plakjes achter je. Ja. Oh, wat lekker. Dat wordt smullen. Hallo? Een beetje hetzelfde doen als wat Mitchell normaal gesproken. Oh ja. Van, hey, wat heb je daar? Streken. Even een lekker stolletje. Stolletje. Een lekker lunch, hè? Wat een gezelligheid. Huh? Opa heeft ook mij leren fietsen op een zondagmiddag. Dit helpt echt hoor, Luan. Ja. Ik kan zelf zeggen, ik kan
het. Hoor je dat, Luan? En ik kan het. Jij hebt ook gedaan. Ja, heb jij ook gedaan. Maar hoe? Altijd, hè, Johan, zei tegen jezelf, niet aan jezelf twijfelen. Ik kan het en ik doe het. Maar hoe oud ben je nu? 7. Ah, 7. Luan is 5, hè? Ja, maar Luan kon het al toen hij, voordat hij 6 was. Echt waar? Voordat hij 6 was? Nou, Luan, gaan wij ook oefenen, hè? Kom goed, jongen. Voordat je 6 bent, kan jij het ook. Of niet dan? Maar vroeg, hè? Ja. Eerst deed Dit was een zondagje wel weer. Vond je weer een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. We zien jullie morgen weer. Morgen. Doeg.